Twee maal gefeliciteerd. Eén keer nog met je verjaardag, dat is onlangs geweest. En nu nogmaals gefeliciteerd met je contractverlenging. Volgens mij is het zo, als jij je contract gaat verlengen met een jaar, dan zit je hier prima op je plek. Dankjewel. Uh, ja, nee, inderdaad, dat klopt helemaal. Ik heb het, um, <coughs> ik heb het prima naar me zien. Um, fantastische club, goede groep. En uh, zoals je zegt, um, ik zit hier zeker op mijn plek. Hoe komt dat zo? Wat, wat maakt het dat je hier zo, zo goed zit? Um, ja, het was natuurlijk wel um, wennen. Of wennen. Het was, het was een beetje apart, want ik heb ja, dit eigenlijk nog nooit, uh, deze rol nog nooit gedaan. dus het was voor mij ook zoiets van: oké, okay, gaat dat lukken? Kan ik dat? En hoe zit het in het team en, en de staf? Maar ja, ik, ik, ik ken nog wel een aantal mensen zeg maar, buiten het uh, team om. Um, dat maakt het sowieso een stuk makkelijker. Ik heb hier toen tien jaar geleden een fantastisch jaar gehad, een fantastische tijd gehad. En het is hier gewoon ja, um, professioneel, uh, goed geregeld. En um, we vechten ergens voor. En het is een, ja, een leuke groep om mee te werken. Probeer eens uit te leggen wat die rol dan voor jou is. Want we hebben in de zomer gesproken toen je hier tekende. Toen zag ik het wel voor je. Vooral die groep helpen met je ervaring, met je kwaliteiten. Nu, je bent niet vaak op de voorgrond, op de achtergrond vooral. Hoe ziet dat eruit? Um, ja, ik denk dat je dat eigenlijk beter aan, aan andere mensen kunt vragen. Want ik, ik doe eigenlijk gewoon, dat voor mijn gevoel, wat ik moet doen. Um, en dat is er altijd zijn op de training. Uh, ga trainen, zorgen dat ik fit ben. Want anders, ja, anders hebben, heeft er niemand wat aan. Dus dat is het belangrijkste. Uh, dat is dat nummer één, fit zijn. En ja, ik denk dat ik... Um, wel met iedereen binnen de groep goed kan opschieten en tegen iedereen ook wel wat uh, kan zeggen dat ze dat ook wel van me aannemen. Van jong tot oud en dat is, uh, dat is een beetje uh, voor mij het, het belangrijkste denk ik dat ik er gewoon uh, ja, voor de groep ben en hoe dat er precies uitziet. Ja, dat, ik, ik doe zelf niet iets heel speciaals vind ik um, dus ja dat moet je eigenlijk aan, aan andere vragen hoe dat er precies uitziet. En toch wordt dat ontzettend gewaardeerd. Anders neem ik aan dat je zo'n aanbieding niet krijgt om nog met een jaar te voeren. Ja, nee, daar ben ik ook uh, hartstikke blij mee. En uh, je merkt ook aan, aan zeg maar, buiten de spelersgroep omdat je complimenten krijgt van, uh, van mensen die wel dicht bij het team zitten, uh, maar geen spelers zijn, die, die blij zijn dat je er bent. En dat je ja, die aangeven dat je dat zeg maar, de rol goed wordt vervuld. Dus dat is wel, dat zijn voor mij wel. Um, Echt hele mooie complimenten en ook wel een teken dat, ja, dat het goed zit. In de zomer zei je, na jarenlang in het buitenland gespeeld te hebben, het is ook wel lekker om weer terug te keren. Hoe kijk je daar nu naar? Ja, ruim een half jaar ben je nu weer terug. Hoe zie je dat? Um, ja, ik hoefde niet per se terug naar Nederland eigenlijk. Dat heb ik altijd gezegd. Alleen toen PSV kwam was dat natuurlijk wel een, ja, een hele mooie stap. En dat, uh, dat is ook gebleken dat het een, een mooie en goede stap is geweest. Op zich verandert er niet heel veel. Want ja, je bent aan het voetballen, je bent met één ding bezig. En dat is beter worden, kampioen worden, vechten voor prijzen. Um, en het is een beetje half-half. Deels wel happy, deels niet. Want als je nu ook naar buiten kijkt, ja, dit weer, dit is echt, dat heb ik heel lang niet gehad. Dus daar heb ik het wel moeilijk mee. Uh, het leven in Nederland is ook wel totaal anders dan wat we gewend zijn de afgelopen tien jaar. Dus dat is wel zeg maar, een soort van nadeel. Maar goed, de, verder de omgeving, uh, dat is, ja, dat, daar zit ik prima. En daar voel ik me ook echt happy bij. En daarom heb, uh, ja, heb ik ook ver, kunnen verlengen. Ja, die rol die je hier nu aanneemt binnen het team. Je zegt zelf: ik doe niet zoveel speciaal, ik doe gewoon mijn ding. Is dat misschien wel al voorsorteren naar een carrière na je voetbalcarrière? Of ben je daar totaal nog niet mee bezig? Nou, daar ben ik zeker wel mee bezig. Ik ben, uh, ik ben van de week 39 geworden, uh, eind van mijn contract. Als, als ik dit jaar uh, uitzet en dan weet je nooit wat er gaat gebeuren, maar ja, dan ben ik 40. Dan moet je wel gaan nadenken over wat er, uh, wat er daarna gaat komen. En dus daar ben ik wel zeker wel mee bezig. En ik, uh, ik wil me concentreren zeg maar, op, het, op het eerste team. Want dat, dat is gewoon mijn taak, dat is nummer één. Maar je moet wel gaan kijken: oké, okay, wat, wat is hierna? En dan zijn we binnen PSV wel aan het kijken van wat vind je leuk, uh, lopen ze hiermee, lopen ze daarmee, doen ze een praatje hier, doen ze een praatje daar. Dus dat is wel uh, zeker iets waar ik mee bezig ben. Maar goed, nummer één is, um, is PSV, het eerste team. En daar focus, focus ik me 100% op. Daar ligt de prioriteit, prijzen pakken, vechten voor prijzen. Inderdaad. En de rest, uh, dat zien we dan wel weer wat er, wat er komt. Kijk, erover nadenken is, is, is goed. Maar ik wil, ik, wil, ja, ik wil gewoon hier 100% zijn. En niet. Uh, bijvoorbeeld, ik zat te denken om, om een trainingscursus te doen. Maar ja, dan ben je, moet je overal moet je aanwezig zijn. En dan moet je dingen gaan doen die net niet in schema passen. Nu ben ik gewoon hier. Soms maak ik echt hele lange dagen hier. En dat vind ik prima. En dat kan omdat ik daarbuiten zeg maar um, niet heel veel te doen heb. En dat vind ik nu het belangrijkste. Ja. Nog uh, anderhalf jaar, zijn nog. Uh... Nog prijs om voor te vechten? Inderdaad, we hebben nog uh, heel veel prijs om voor te vechten en uh, daar gaan we vol voor.